Goedemorgen, de recreant hier. Ik ben inmiddels begonnen met mijn LSD loopje. Mijn long slow distance loop. En ja, dat is gewoon een training om de uithoudingsvermogen van je lichaam te vergroten. Dus we gaan nu een langere afstand lopen. Dus een long distance, slow, op een lager tempo. Ik heb mijn GoPro weer mee. Dus ik neem jullie weer mee tijdens de route van mijn loopje. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. We komen zo meteen bij een brug uit. En daar ga ik even lichtjes rekken. Een beetje strekken. En dan gaan we weer verder. Tevens trek ik mijn jasje uit. Mijn windjack. Ik dacht, het is best nog wel frisjes vanochtend. Maar het valt best mee. Het is best wel aangenaam. Loop weer. En ik begin het al warm te krijgen. Dus ik doe hem uit. Mocht het kouder worden, kan ik hem altijd aantrekken. Maar voor nu mag je weg. Dus dat ga ik zo even bij de brug doen. En dan gaan we verder. En weer door. Dat is dus het teken dat het zonnetje erbij is. Stralende dag. We zijn alweer een lekker eindje weg. Net iets meer dan 7 kilometer. Nou, gaat super. Mooi weer erbij. Wat wil je nog meer? Genoeg asfalt.
Dus we kunnen nog heel wat metertjes vooruit. Als het goed is, moet er hier een pontje zijn, zodat ik over dit jonger kan komen. Dus daar ga ik nu naartoe. En kijken als je erin ligt. Zal toch wel. Ik ben bij het pontje aangekomen en hij is bezet, dus ik moet hem zo meteen eerst even ophalen.
Zo, dat was een hele workout. Dus nu is het tijd om even wat te drinken, een beefworstje te nemen. En dan gaan we weer verder met onze route. Door het vervolg van de ronde. De LSD loop long slow distance. Zoals jullie zien, het zijn allemaal lange paden, lange stukken asfalt. Het is wel leuk om je heen te zien in het boerenland, maar ja, het is gewoon afstanden maken. De duur vergroten, zodat je lichaam bent aan een, ja, aan een langere duur, zodat je dat beter kunt volhouden. Maar gaat nog goed, dus we gaan verder.
nog een heel klein stukje. Dan ben ik thuis. En als jullie mij nu tegen jullie horen praten, dan hebben jullie het filmpje afgekeken. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van de beelden onderweg. En sowieso van mijn loopje. 33 kilometer LSD long slow distance. Mensen, tot de volgende keer.